Voor andere tijden sport, over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Kees Priem, succesvol als wielrenner aan de zijde van Jan Raas. Later nog succesvoller als ploegleider van TVM. Tot hij in 1998 in Frankrijk achter tralies belandt. Dan zal ik je nu duidelijk recht op de man afvragen, met 22 getuigen erbij. Was het EPO ja of nee? Ik denk het wel, joh. Je denkt het? Ja, het is zo, denk ik. Ja. Ik hoef er niet omheen te draaien. Goedenavond. Het is de Tour de France van 1998. TVM, de wielerploeg van Kees Priem, ligt onder vuur. In een vrachtwagen van TVM is EPO gevonden en de Tour staat op zijn kop. Het is het zoveelste dopingschandaal. De Tour van 98 heet vanaf dat moment de Tour Dopage. Priem wordt opgepakt door de Franse politie en belandt in de gevangenis. Hij zwijgt, ook na zijn vrijlating. 16 jaar lang geen woord. Waarom zweeg Priem en wie beschermde hij met dat zwijgen? Kees Priem doet in andere tijden sport voor het eerst zijn verhaal. Ik ben daar geboren. Ja, daar ben ik ook vanuit gaan trainen eigenlijk. Overal de dijken hier. Over deze dijken? Ja, over deze dijken. Kunt u nog herinneren wat uw eerste fiets was? Nee, mijn eerste fiets was een rie. Een rode rie. Mijn broer die kwam ermee thuis en ja, ik vond het een mooi fietsje. Dus ik denk, nou zat de kromstoel hierop. Dus dat was al iets. En niemand had zo'n soort fietsje, of heel weinig mensen. Ik moest eerst naar school en daarna moest ik bij ons nog op het land werken. En dan mocht ik gaan fietsen. Dus daarna mocht u pas hier de dijk af? Ja, ja, afrossen eigenlijk, ja. Was er hier in de buurt nog een andere jongen die goed kon fietsen? En dat was Jan Raas en die woonde daar. Die woonde eigenlijk een kilometer van mijn huis. Maar we wisten eigenlijk van elkaar in het begin niet dat we allebei hard fietsen. Toen gingen we elke dag trainen met elkaar. Wat wel frappant is, als wij getraind hadden, dan denk ik dat we geen 15 woorden tegen elkaar hadden gezegd. Dus er werd eigenlijk niet gepraat. Dus dan waren jullie klaar met training? Daar één linksaf en ik rechtsaf. Van het klassement verkeerde. Daar komen ze. Daar is Fedor den Hertog. Daarachter zit Kees Priem. En daar Henny Kuiper. Geweldig zoals Fedor doorgaat. Geweldig zoals ook die anderen hem steunen. Kees Priem valt al snel op. Hij mag in 1972 naar de Olympische Spelen. Daar haalt hij bij de ploegenachtervolging een bronzen medaille. Die later door vermeend dopinggebruik van een ploeggenoot wordt afgenomen. Priem tekent het seizoen erna zijn eerste profcontract. Nee, ik denk, nou, nu moet ik er nog een strepje bovenop doen. Maar dat kon ik ook, want ja, ik kon eigenlijk de hele dag gaan fietsen. Bij de profs reed ik eigenlijk ook gelijk met de eerste mee. En toen won ik gelijk een rit in de Tour en ik versloeg Merckx in Brussel. Die Merckx op kop, in tweede positie Kees Priem. Zo komen ze hier op de finish aan. De sprint wordt aangezet. Merckx die heeft vanaf de leiding. En het is Kees Priem die de etappe wint. Die voor het eerste Nederlandse succes zorgt. En u ziet hoe dol gelukkig hij is na die valpartij van gisteren in de... Ja, Raas, die kwam ik later tegen. Op een gegeven moment was hij bij Peter Post in de ploeg. Vanaf die tijd zijn we nooit meer uit elkaar geweest. Nog altijd Kees Priem aan de leiding. Boven op de Torquino, die klim. Raas weet dat het zijn koers is. Hij weet dat hij het kan. En hij rijdt hier in vierde wiel naar boven toe. Fantastisch goed, geholpen natuurlijk door zijn provinciegenoot Priem, die altijd in zijn buurt te vinden is. Ik heb als prof 10 jaar met Kees in de wedstrijden gezeten als tegenstander. Kees reed voor een topploeg, ik reed voor een topploeg. Kees was niet alleen een hardrijder, die had geweldig koersdoorzicht.
Die had altijd plannen. Hè. Een verrassingsaanval. Hè. Dat gehield elkaar in de gaten. Kees was ook uitmuntend om een sprint voor te bereiden. Dat was de laatste man voor Jan Raas. Jan Raas, goed gegang maakt door zijn ploegmaat Van Vliet en Priem. We zien Raas daar naar voren komen, rechts in beeld. En zonder problemen haalt hij het. Dat ging dikwijls met duwen en trekken. En, wij waren geen vrienden. Zo. Degene die het meeste lef had, ja, die won. We wouden de beste zijn en we wouden ook gewoon ja, dat we eigenlijk gehoord werden. En dat we volaan werden aangezien. Ja, we vonden gewoon dat we erbij hoorden. Maar dat kost we konden dat niet met onze monden konden we dat niet. We moesten echt met onze kracht doen. En ik ben een Zeeuw. Dus vooral de Zeeuwen die je dan volgt. Kees was een ervaren wegkapitein. Toen waren er nog geen oortjes. Dus Kees was echt de baas in het peloton voor de ploeg. Nou, zo'n man die kon dus gelijk dan de ploeg op sleutel nemen. Maar was ook wel geschikt, dachten wij, om dan ploegleider te worden. Toen Kees ploegleider werd, was hij 37. Goh. Hier ben ik begonnen. Kijk, de Mavic-dozen die staan er nog, kijk. Met hem voor de wielen. Hier Shimano. Hier stonden de materialen in. En die kasten. Mooi, hè? Dat is de logo, kijk. Hier was het kantoor. Kijk, hier heb je TVM. Hier stond bovenop de auto, bij onze ploegleiderauto. TVM heb ik gevonden. En die heeft mij ook gevonden. Dus dat zijn... het was bijna mijn buurman. Mijn buurman? Ja, bijna mijn buurman, meneer Bos. We hebben elkaar een hand gegeven en zegt we gaan aan de slag. En dat was alles. Daar is niet veel meer voor nodig. Maar dat is ook altijd zo gebleven. Ik bedoel, er stond amper wat op papier met Kees. Ik had het vertrouwen van Kees en Kees had het vertrouwen van mij. En ja, wij gingen voor elkaar door het vuur, ja. Al die betimmeringen die hebben wij allemaal aangebracht hier. Dus er stonden de auto's er niet in. En hiernaast stond nog een container waar de administratie in zat. Dus, en hier hangen de wielen aan, overal. Yeah. Was het ploegleiderschap al iets waar u aan dacht toen u nog op de fiets zat? Nee, want wij kankerden altijd op je baas, want dat was nooit goed. Ja, Peter Post die was een hele strenge baas. Dus wij hadden daar niet, we worden nog een ploegleider. Nee, dat deed er niet veel aan. Tot je het op een gegeven moment zelf bent. En dan is het toch iets anders, dan moet je zelf leiding geven. Wij zaten op een gegeven moment dat we dus een goede renner voor de klassiekers wilden hebben. Toen kwam Kees met het idee en zei, nou, Koningschef. Ik zei, Kees, dat is een Rus. Hij zei, ja. Zij wil je die hebben? Ja, zei hij, ik wil Koningschef wel hebben. Ik zei, dan moet je hem halen. Ik kon niet terugkomen zonder Koningschef. Dus je bent daadwerkelijk naar Moskou? Maar toen stond de muur er nog. Ja. Ik heb daar 14 dagen gezeten. Alle kazernes gezien die er waren. Want het waren allemaal militairen. En elke renner was gelijk. Dus waarom moet je Koningschef hebben? Ja, dat vind ik een goeie. Maar die anderen zijn net zo goed. Nam gewoon contant geld mee. Hoeveel ging het dan? Ja, dat ging om $10.000 of iets. En dat was voor hun heel veel geld. En toen was net een actie met Sonja Barend. Een waanzinnige rij. Nou, ik zal niet overdrijven, maar ik denk van 150 meter zag ik staan voor. En toen heb ik kijk bij de ambassade, Nederlandse ambassade en zegt oké, ik heb Koningschef nodig voor die actie in Nederland om er wat publiciteit aan te geven. En op die manier heb ik hem meegekregen over de grens. En toen zijn er later nog 4 bijgekomen. En toen later nog 10. Abdou Ludwig. Oh, Abdou, pas valpartij. Abdou is naar de grond gegaan. Winnaar
is daar voor Ludwig. Konischev wint hem. Konischev wint. En de valpartij is voor Abdou Shaparov. Hier Konischev, die de tweede etappe wint voor de ploeg van Kees Priem. En de blijdschap is daar groot. Dit is een Russische omhelzing. En daar komen die andere Russen naartoe. Kijk, Bulnikov. En links rijdt Ludwig. De Leeuwenstad. Als heel kleine jongen, 5-6 jaar, keek al Tour de France. Dat trok me heel erg aan. En ja, als jong iemand wil ik altijd wedstrijdjes doen. Sowieso met sport wil ik altijd wedstrijdjes doen. En is ook in de straat bij ons allemaal wedstrijdjes doen met een krom stuur. En wat wilde je doen? Fietsen en winnen. Ik had maar één doel in mijn leven, destijds, was beroepsrenner worden. Dat stond wel voorop. Maar of ik het zou gaan halen, ja, dat is maar natuurlijk een... Dat was altijd mijn afwachten en dat was natuurlijk een hele grote geluksfactor, komt er ook bij kijken. Ik las heel veel kranten en ik las alles over wielersport. Dat betekende dat ik vrij goed op de hoogte was van wat er in die jeugd kwam. Dat is een geblokt coureurtje, klein. En die kan in de sprint nog versnellen. Ja, hoe heet die? Jeroen Blijlevens. Het geluk wat ik had, was dat ik een contract had getekend. En alle renners moesten een inspanningstest maken. Dus ik moest ook een test maken. Alleen, de uitslagen waren niet zo heel goed. Schrok Priem van de uitslag? Nou, ik denk het wel, want ik moest terugkomen. Dus ik denk wel dat hij schrok. Die kan geen meter bergop, Kees. Nee, zegt hij, maar dat moet hij ook niet kunnen. Wacht maar, zegt hij. Hij kan sprinten gaan. Blijlevens gooit zijn wiel net als eerste over de finish voor van Jiri. Je gaat er fietsen. Je komt bij de wedstrijdclub, kom je terecht. Dan win je gelijk het eerste trainingsritje. Dus vanaf dat moment was ik verkocht aan de fiets. En ik keek gewoon eigenlijk naar de volgende wedstrijd toe. Of naar de volgende training. En ik heb eigenlijk ook nooit de illusie gehad dat ik beroepsrenner zou worden. Ik denk, het is voor mij niet weggelegd. De Tour de l'Avenir zou mijn laatste wedstrijd worden en daarna zou ik gaan werken. Maar ik had dus echt wel zoiets van, nou, dan wil ik nog één keer echt alles op alles zetten om misschien prof te worden. Ik werd derde in het eindklassement. Ik won bijna de laatste tijdrit. Ik had via een baan bij het kruidvat geregeld in een dorpje verderop. Ik zou daar gaan werken. Ik heb vrijdag moeten bellen nadat ik door de ploeg TVM was benaderd. Prof te worden moest ik bellen van, ik kon maandag niet werken, want ik word toch nog prof. Voskamp volgt als een echte sprinter. 400 meter nog. Schijnbeweging, nog ja. Een schijnbeweging. Ja. Nu gaat hij vol aan. Nou, ja, nu moet je heel sterk zijn, Voskamp. Voskamp gaat goed. Hij gaat goed aan. Bart Voskamp wint de etappe. Yes! Bart Voskamp wint de etappe. TVM kan de champagne opentrekken. In eerste instantie moet je eigenlijk bewijzen. En als je dan op een gegeven moment op een bepaald niveau hebt, wat wedstrijden gewonnen hebt, dan werd er een ploeg om je heen gebouwd. Ja, we hebben speciaal renners ook aangetrokken om die sprint aan te trekken. Ja, Utsjakov, Ivanov. Ja, wat maakte Utsjakov en Ivanov zulke goede knechten voor jou? Nou, renners die gewoon heel sterk zijn, tot de laatste kilometer mee kunnen. En dat was echt de Russische maffia. Die maakte zoveel ruimte dat ik makkelijk mee door een peloton kon rijden. Hij was natuurlijk de absolute kopman die sprints kon winnen. Maar als bijvoorbeeld een treintje verkeerd loopt of de sprint wordt niet goed aangetrokken, ja, kon hij natuurlijk ook hartstikke boos zijn. Hij wilde zelf natuurlijk ook die beste sprinter van de wereld zijn. Ja, want hij was degene die TVM wel eens op de kaart zou kunnen zetten met zijn overwinningen. Nou, maar dat deed hij natuurlijk ook. Hè. Hij heeft natuurlijk redelijk wat ritten gewonnen in de Tour. Hij was natuurlijk wel de man, Jerommeke. Je moet per se willen winnen. En als de ene keer niet lukt, dan moet je die extra drive hebben om te laten zien de volgende keer dat te bewijzen. Gewoon altijd jezelf te bewijzen. Maar betekent het ook dat ja, je doet ook wat nodig is om te winnen? Ja. En waar zit Jeroen Blijlevens? Daar komt hij. Hij gaat zitten. Jeroen Blijlevens voor... Wat maakte die ploeg zo bijzonder? Ik denk dat het al wel een kracht van Kees is geweest om mensen een beetje op te pikken die buiten de boot vielen. Karakters bij elkaar te zetten. Die goed door één deur konden. En op het moment dat het moest gebeuren, dat ze ook volle bak voor elkaar door het vuur heen gingen. Dus Kees kon ook wel, als hij bijvoorbeeld niet in de koers zat en Kees kwam naar de koers, dan was iedereen ook wel een beetje ontzag voor hem. En oei,
Kees komt eraan, dus dan kan die groep ook wel weer dichter bij elkaar. Om elkaar toch wel weer te ondersteunen erin. Ja, ze hebben altijd gezegd, het is een vriendenploeg geweest. En dat is ook altijd geweest. Het is nooit een ploeg geweest met de grootste budgetten. Ook in die tijd niet. Ze hebben nooit de grootste namen gehad en nooit de beste renners. Alleen als je iets voor elkaar over hebt en je staat er als ploeg zijnde, dan kun je veel meer betekenen dan grote verdetters bij elkaar zetten. Begin jaren 90 begint een deel van het peloton opvallend te presteren. Er wordt gefluisterd over een nieuw wondermiddel dat niet te traceren is. Als je de Waalspeil rijdt en dan rijden drie renners van dezelfde ploeg en die rijden daar 80 kilometer vooruit. Ja, dan is heel logisch dat je daarover praat van hoe kan dat nu? Een indrukwekkend machtsvertoon opnieuw van die ploeg. Toen de tijd, al voor 1998, merkte u dat er wat veranderde in het peloton? Ja, ik merkte wel dat er iets aan het veranderen was. Ja. Waar merkte u dat aan? Ja, we merken het aan de nervositeit eigenlijk van iedereen. Er is iets gaande, er is... Er is iets gaande, maar ik had er geen vat op. En Kees zei, ja, dat is een probleem. We weten niet welke middelen er zijn, maar er zijn bepaalde middelen. Argentin, Furlan, Berzin, wat een ploeg. Gekken is eigenlijk dat een peloton vrij open is eigenlijk. Dat het in een peloton eigenlijk al heel snel bekend is wat er aan de hand is. Dus onderling in het peloton werd al vrij snel daar open over gesproken? Ja. Zo van, er is een middel, daar ga je echt harder van rijden? Ja. Dus aan de buitenwacht wordt er dan nooit gecommuniceerd natuurlijk. Of wordt er nooit gezegd en zo. Maar in een peloton weet er eigenlijk precies wat er gaande is ook bij andere ploegen. Maar dan weet je dus ook van, ja, ik zal die stap ook moeten maken. Ja, op een gegeven moment dan maak je die keuze. Hoe bewust heb je die keuze gemaakt? Ja, heel bewust, want je gaat er niet zomaar aan beginnen. Je hebt daar wel gesprekken over met je dokter. Ja, met Michailov in dit geval. Met Michailov, maar ook met andere mensen. Ja, zo van, als ik die keuze maak, hoe gaan we dat doen? Want het moet veilig, zeg maar. Ja. Hoe ben je op zoek gegaan dan naar Epel? Of hoe ben je daar aangekomen? Ja, dat was vrij eenvoudig natuurlijk. Want je kunt het gewoon in andere landen gewoon bij een apotheek binnenstappen. En dan kun je het gewoon kopen. Heb je doping gebruikt in je wielercarrière? Helaas, ja. En wat voor producten? Epel. Hoe is dat vervolgens gegaan? Nou, ik kon via iemand aan het bewuste product komen. En ik ben daar toen mee begonnen. In eerste instantie om daar langer in door te gaan. Maar na de eerste keer, ik heb niet geslapen. Ten eerste dat ik dacht van, misschien ga ik hier wel dood aan dit product. Aan de andere kant dacht ik ook van, maar ik wil dit toch helemaal niet? En dan ga je terug naar je verleden en hoe je ooit begonnen bent. Waarvan je ooit hebt gezegd, dit wil ik niet. En toch doe je het. Pelotonregel weg. Het was gewoon niet te doen. Het was gewoon echt letterlijk gezegd, het was niet te doen. Jij zag ze vertrekken? Ik zag ze gewoon echt vertrekken. En niet één dag, niet twee dagen. Gewoon nee, gewoon vanaf toen was het peloton was gewoon vertrokken. Op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, dan krijg je de... Is het een keuze of is het geen optie? Nou, bij mij was het op een gegeven moment gewoon geen optie meer. Want als ik de keuze had gemaakt om het niet te doen, zou gewoon betekenen dat ik gewoon mijn passie, waar ik gewoon eigenlijk verliefd op was, moest ik gewoon loslaten. En daarbuiten, misschien minder belangrijk, ik zou mijn baan kwijtraken. Dus je moet die tweede spuit zetten? Ooit moet je dat weer doen, ja. Hoe regelmatig gebruikte je EPO? Hoe zat dat schema? Ja, na grote wedstrijden gebruik je het. Dus naar de Tour de France aankwam, wat voor mij belangrijk was, dan gebruik je dat. En vanaf wanneer ben je het gaan gebruiken? Volgens mij 97. Zag je dat ook als bedrog? Nou, dat moment niet. Het was gewoon op een gegeven moment iets van meedoen of niet meedoen. En
Iedereen wist het, heel veel mensen wisten in het peloton wat er gebeurde van elkaar. Alleen de buitenwereld mocht het niet weten. Die buitenwereld die dacht dat dat wielrennen best schoon was. Bedrieg je dan niet die wielerfan? Absoluut. Absoluut, maar je bent dan wel op dat moment met jezelf bezig. Maar als je doping gaat gebruiken, dan moet je ook gaan liegen. Ja, nou, maar dat is hartstikke moeilijk. Ik ben opgevoed om niet te liegen. Dus je moet ergens moet je liegen. Dus je gaat over dingen liegen. En je gaat, en denk ik, je hebt een systeem in je om dat eigenlijk te vergoeilijken, weet je wel. Wanneer heeft hij voor het eerst met Kees over EPO gesproken? Nooit. Nee. Kees bemoeide zich daar niet mee. Nee. Was dat bewust? Ja, denk ik. Ja. Bewust, maar Kees heeft zich nooit met dingen, met dokterspraktijken, hoe moet ik het uitdrukken, mee bezighouden. Wilde je het ook liever niet weten, wat ze deden? Ik heb gezegd, het enige wat ik altijd zei, ik hoop dat je presteert. Als je niet presteert, ja, dan pak ik volgend jaar een ander. En als je het hard traint, dan kun je veel presteren. En als je nou middelen gebruikt, middelen pakt die je niet mag gebruiken, dan weet je dat je eruit geflikkerd wordt. En als je het toch doet, dan is het jouw risico. Niet de mijne. Hoewel de ploegleiding er niets van wil weten, komen er steeds duidelijkere signalen dat er ook door de TVM-renners doping wordt gebruikt. Tuurlijk kreeg ik vermoedens. Ik heb eens ooit een potje gevonden. En toen dacht ik, oh, hoe is het in de tas? Ik weet niet hoe lang het erin heb gelegen. Toen zei ik tegen mijn vrouw, zei, kijk, bij ons in de ploeg is het ook. Dacht ik wel zeker, hè? Dus was geen twijfel over mogelijk. Wat stond er dan op dat potje? Dat was Eprax. Ja. EPO. Ja, EPO. Maar wanneer was dat? Ja, dat weet ik niet. Dat zou ik eigenlijk niet durven te zeggen. Maar was dat een paar jaar voor 1998? Dat was voor 98, ja. Is hij toen ook naar u toegekomen? Hij is naar zijn ploegleider gegaan en via zijn ploegleider is het weer bij mij terechtgekomen. Dus u wist dus we hebben toen nog meer aandacht aan besteed, maar we hebben het nooit kunnen achterhalen van wie dat potje was, want niemand stak nooit zijn vinger op. Je geeft zoveel om die mannen dat je het eigenlijk helemaal niet wil weten. Je wil niet weten, dat doen onze jongens dan niet. Op 4 maart 1998 wordt tijdens een vliegende controle bij Reims een TVM-vrachtwagen aangehouden die uit het Spaanse Murcia komt. De Franse douane vindt in de laadruimte 104 ampullen met EPO. We waren op wijnreis. En toen kreeg ik dat telefoontje, dus dan heb je niet zo'n leuk telefoontje. Ze denken, nou, het is gedaan. Toen al, toen u in maart dat telefoontje al kreeg? Nou ja, ze hebben mij een beetje proberen gerust te stellen, maar ja, dat is nooit recht uitgegaan. U wist al gelijk, dit is ernstig? Nou, dit is ernstig, ja. En toen schrok ik wel behoorlijk. En toen dacht ik nog, goh, hoe gaan ze dit oplossen? En toen dacht ik, die dag toch, verdomme nog. Daar valt die ploeg uit elkaar en dan sta je op straat, hè. De ontdekking van de ampullen EPO wordt op dat moment door de Franse justitie gezien als een douaneovertreding, omdat er geen invoerrechten over zijn betaald. Het is onbekend wie de EPO in de vrachtwagen heeft gestopt. Heeft u daar met Kees over gesproken, wie daarachter zou zitten? Weinig. Ik heb mij alleen toen ik hen afgevraagd wie u waren daar. Want de vrachtwagen was afkomstig uit Spanje. Dus als u zegt wie waren daar, dan bedoelt u? Ik bedoel, ja, welke ploeg was daar aanwezig, hè, van ons? In de Ronde van Murcia. Of dat dan de Murcia, ja.
Ja. De renners hebben dat in de laadruimte gedaan. Daar ga ik vanuit. Ik heb dat niet gezien. Hè? En ik was er niet. Dus maar... Het kan er toch zomaar niet ingevallen zijn. Om hoeveel renners ging het? Er waren er 8 hinter. Dus ja, alle 8 zouden het kunnen gedaan hebben. Dus ik weet niet, maar ik weet niet wie. Ik heb op dat moment verschillende telefoontjes gedaan. Het was van niemand. De ploeg hoopt dat ze er met een douaneovertreding van afkomt. Het voorval blijft binnenskamers. En dan moet u dus met een ploeg naar de Tour de France die u niet helemaal vertrouwt. Ja. Ja. Op dat gebied. Festina-verzorger Willy Voet is onderweg naar de start van de Tour de France als hij wordt aangehouden met een kofferbak vol doping. De Franse politie stelt een groots onderzoek in. De Tour ontploft en heet vanaf dan de Tour Dopage. Ik denk dat we des êtres humains, on est traités comme des assassins, on a été blessé de notre âme. Toen het voorval met Festina kwam, dacht u toen, nu moeten we uitkijken, want... Tuurlijk. Vanaf dat moment heb je nooit geen rust meer. Dan is het ook niet meer leuk. Ondanks een hectisch begin van de Tour wint Jeroen Blijlevens de 5e etappe naar Soler. Minali met Blijlevens daar achteraan en Sporada met Mokka zijn er achteraan. Het is Blijlevens hoor. Blijlevens, Blijlevens, Blijlevens voor Sporada. Maar de dopingjacht is geopend en de aandacht richt zich op TVM. Als hij getergd is, wint hij. De Franse krant Le Dimanche brengt naar buiten dat eerder dat jaar doping is gevonden in een vrachtwagen van TVM. Toen is het dus in de pers ook bekendgemaakt. En Kees heeft op zijn kamer mij daarvan op de hoogte gebracht. Wat heeft hij toen gezegd tegen Kees? Kijk, als dit betekent EPO-gebruik bij de ploeg, dan is het klaar. Wat ik wil doen, ja, probeer die ploeg te redden. Dat is het enige. Dat is het enige. We zijn aangehouden en er zijn spullen in die auto. Of tenminste, er is een aantal spullen zijn daar gevonden. En dat is... Ik dacht geen grote aantallen, maar in elk geval, we zijn daar direct bezig gegaan. Hoe kwam hij over in dat interview voor u? Ja. Desperate. Desperate. Overvallen. Zijn jullie de volgende na Festina? Ik ben niet bang, want wij spreken de waarheid en ik ben niet bang voor om de waarheid gewoon hier. Dat zei Roussel ook. Ja, maar dat kan dan zijn, maar ik ben toevallig een zeer en ik spreek wel de waarheid. En de waarheid is? Wat ik nu vertel. Dat jij niet weet hoe het in de wagen kwam? Nee. Maar als je dan zegt dat het om EPO gaat, dan weet jij dat toch ook? Ik weet het ook, ja. Maar ik ga niet op de dingen vooruit lopen die nog lopen. Daar wil ik wel even tegenin komen. Net ontken je het. Een minuut of 7 geleden zeg je dat het er niet was. Dat je niet wist wat het was. En nu 7 minuten later zeg je dat het wel EPO is. Nou, het schijnt dus... Hendrik Redant, die was in die wedstrijd. En die heeft ook eigenlijk alles... Die weet misschien iets meer vanaf als ik. Want ik ben er nooit bij geweest. Maar ik weet in elk geval wel dat het niet de goede spullen was die erin lagen. Goed, dan zal ik je nu duidelijk recht op de man afvragen. Met 22 getuigen erbij. Was het EPO ja of nee? Ik denk het wel, joh. Je denkt het? Ja, het is zo, denk ik. Ja. Ik hoef er niet omheen te draaien. Wat moet je zeggen? Je kunt eigenlijk niks zeggen. Elke vraag die je krijgt... is een moeilijke vraag. Je kunt er niks mee. Mag je nou een gewetensvraag stellen? Ja. Waarom probeer je in 5 minuten gesprek hier met de volledige Nederlandse wielerpers... waarom probeer je dingen te verdoezelen? Wat heb je te verdoezelen? Nee, niks. Maar waarom zeg je dan de waarheid niet? Wat zeg ik dan de waarheid niet? Wat heb ik dan de waarheid niet gezegd? Nou, je bent in tweede instantie weer teruggekomen op EPO. Eerst wist je het niet. Nou ja, dat is dan... het is ook een rot woord om hem in je mond te nemen. Een vernedering.
En wat het ergste nou is, je hebt al zoveel gepresteerd. Dan wordt het eigenlijk in één dag ontnomen door, ja, door andere personen. Voel je nu? Klote. Dat was gebeurd, hè. Dat kun je ook niet meer herstellen. Dat was voor u allemaal duidelijk. Naar aanleiding van de vondst in de vrachtwagen valt de Franse politie op de rustdag in de Tour het TVM-hotel binnen. Ze zijn op zoek naar bewijs voor georganiseerd dopinggebruik. Om 5 uur, stipt, werd er op de deur geklopt van iedereen. Ik denk dat ze bij Kees de eerste aangeklopt hebben of zo. Ze was hier gaande. Ja, zegt hem, ze zijn hier. Hij zegt, Guido, doe het nodige. Doe je best. En Kees was weg. Je denkt van, ja, we zullen elkaar om 8 uur wel aan ontbijt zien, zeker? Maar op een gegeven moment komt dan het bericht van Kees komt niet terug. Nou, ze hebben mij in eerste instantie naar het politiebureau gebracht en daarna hebben ze me meegenomen naar een verhoor. Ja, ik wist niks, dus daar kon ik niks zeggen. Ze hebben me in een kerker gehoord. En ja, dan zit je dan met de grootste criminelen die er maar zijn. Het enige was ze wou dat je mensen ging beschuldigen. Nou, dat heb ik niet gedaan, daar ben ik niet aan. Als je geen bewijzen hebt, dan ga je geen mensen beschuldigen. Kees als ploegleider was weg. Ik was natuurlijk formeel directeur van de BV, waar de wielerploeg onder zat. Je was de hoogste baas. Goeiedag. Dan wil je wel voorzorgsmaatregelen nemen. Dan weet je niet dat ze je pakken. Dus ik ben naar een dorpshotelletje gegaan. En van daaruit hadden wij de contacten met de ploeg. Dus die heeft die dagen ook ondergedoken gezeten? Ja. Alle jongens steunen elkaar, qua begeleiding, qua renners. Het wordt altijd gezegd, TVM is een familieploeg. En dat blijkt nu ook alweer dat het echt een familieploeg is. Wordt er onderling in de ploeg veel over gepraat? Tuurlijk, er wordt veel over gepraat. Ja, het is gewoon niet gemakkelijk. Maar kun jij met je hand op het hart beweren dat je nooit EPO hebt gebruikt? Nou ja, ik heb zoveel bloedcontroles gehad. Ik ben altijd, ik heb er altijd ver onder de limiet gezeten. En zou ik EPO gebruiken, dan zou ik gewoon tegen die limiet zitten. En iedereen mag mijn uitslagen zien. Ik heb er altijd ver onder gezeten, dus. Kees Priem en ploegarts Michailov zitten vast. Michailov beweert dat de EPO voor een kinderziekenhuis in Rusland bestemd was. 5 dagen later doet de politie nog een inval, dit keer in Albertville. En nu worden de renners meegenomen voor controle. Ja, toen Albertville, ik lag net op een massagetafel, ik was nog niet in mijn kamer geweest. En toen kwam in één keer een man binnenlopen de kamer. Dus ik zeg van, ga eens hier van de kamer af. Ik dacht de Franse supporter of zo. Nou, dat was dan de recherche, die kwam alles naar zoeken. De kamer werd overhoop gehaald en werd van alles gevraagd, wat is dit, wat is dit, wat is dat. Nou ja, zoals je op een film ziet, het werd gewoon doorzocht. Alsof je een crimineel was. En toen laatst zijn we ook nog naar het ziekenhuis gemoeten om het urinemonsters, bloedmonsters, haarmonsters af te nemen. En toen kwamen we laat terug in het hotel. Die dag werd ook Jan Moors, de verzorger, meegenomen. Ja, vond vreselijk. Die moest echt niet meegenomen worden. Ik bedoel, niemand moest meegenomen worden, maar nee, dat vond ik echt. Het ging helemaal nergens over. Er werd zo'n grote zaak van gemaakt die niet zo groot was. En was je in jouw ogen Jan Moors ergens bij betrokken? Nee, 100% nee. Echt niet. Dus je zag een onschuldig man meegenomen worden? Ja. Ja, vreselijk. Kan toch niet? Ze hadden in zijn Peugeotje gestopt. Ik kreeg er een weg in.
En dan zie je een gebouw. Je weet dat dat dus de gevangenis. Oh, dat is zo, hè. En dan begint dat. Maar als je dan... Van de spanning. Ja, als je 2 dagen niks eet, dan komt er toch niks uit. En dan loop je daar, hè. Met die ijzeren hekken en. Dan is het definitief. We zaten met 4 in die cel. Maar 2 daarvan hadden duidelijk een behoorlijke tik. Dat ga ik toch niet krijgen hier. En in 1 keer heb je niks meer. En dan word je behandeld als een hond. Ja, dat je gewoon nobody bent. Je bent gewoon niemand meer. Ja, het is gewoon de zwaarste tijd van je leven. De dag na de inval heeft het peloton er genoeg van. De etappe wordt geneutraliseerd. Iedereen weet wat er speelt. Iedereen zit hetzelfde schuitje. Het kon iedereen overkomen. Dus daarom was het ook zo'n hele collectieve staking natuurlijk. Kon iedereen gebeuren. Het peloton sluit de rijen en laat uit protest de voltallige TVM-ploeg als eerste over de streep gaan. De TVM-renners denken erover af te stappen. Wat denk je dat die jongens van ons wilden? Dus er wordt contact en niks van de blijft gereden. Je weet als je het ploeg afstapt dat ze in Frankrijk gewoon kunnen zeggen... jongen, gaan we maar mee als getuigen en we douwen je zo de bak in. En dan komen we richting de Zwitserland. Ik kan me goed voorstellen als we 1 kilometer in Zwitserland zijn... dat Jeroen Blijlevens afstapt. Toen voor de koersen berichten hoorden dat er weer een heleboel renners opgepakt waren, ploegleiders zomaar opgepakt waren, toen ben ik na gaan denken. Toen heb ik tegen de jongens gezegd, als we Zwitserland binnenrijden, dan stap ik af. Omdat maandag moeten we voor verhoor in Rijms zijn. Maar als ik hoor dat iedereen voor verhoor mee moet, dan wordt gelijk 2 dagen opgesloten. Ja, dat vind ik onmenselijk. De volgende dag stapt na Blijlevens de gehele TVM-ploeg uit de Tour. Jullie hebben de keuze gemaakt om in Zwitserland als ploeg de ronde te verlaten. Is dat een toeval of is dat gewoon wijsheid? Dat is zeker wijsheid. Kijk, het is natuurlijk ook nu allemaal een beetje opgelopen. Zo, en in eerste instantie wilden we doorrijden, maar het ging gewoon ook niet meer. En het is natuurlijk een prettige bijkomstigheid dat we op neutraal gebied zitten. En dat we nu even ook met rust gelaten worden. En maandag om 10 uur moeten we gewoon in Rijms zijn. Mooi plan, hè? Ja. Ik zou lachen als ze straks ergens We zien een archief. Jullie komen vol zelfvertrouwen over. Maar hoe voelde je werkelijk? Nou, zwaar beroerd. Je moet ergens naartoe waar dat past niet bij je leven. Ik heb misschien eens verkeersboete gehad, maar het is niet mijn leven die ik ken. En je bent er wel in 1 keer een onderdeel van. Dus ja, het is gewoon vreselijk om daar te zitten. Hoe heb je opgesteld in het verhaal? Defensief. Ik moet er maar doorheen. Ik kom hier wel weer uit. Het gaat wel weer over. Na 2 weken komen Kees Priem en verzorger Jan Moors vrij. Maar ze moeten zich dagelijks melden op het politiebureau van Epernay. Nee, ik schrok wel van Kees toen. Hij zag er helemaal... Hij zag er eigenlijk niet uit. Hij was een beetje zo verwilderd. Ik was nog blij. Hij was niet echt uitbundig. Gewoon ingetogen. Ja, paniekerig. Toch wel paniekerig. Bang voor hetgeen wat komen gaat. Wij waren een soort clochards. We hadden geen bestemming. We waren gewoon de weg kwijt. Dagen slijten. Alle dagen overwinnen. Opnieuw. Van de ene put in de andere vallen. Eruit erin. 4 maanden duurt het gedwongen verblijf. En dan komt het verlossende woord. En mogen Kees Priem en Jan Moors naar huis. In afwachting van hun rechtszaak. Ik ben er niet op cijfer. Dus eigenlijk, je gelooft er eigenlijk nooit meer in, maar nou
Nou, dat is echt gebeurd. En nou, ja, voel jij een beetje leeg. Ik heb het allemaal nog niet tot je laten komen. Maar ja, het is jammer dat, dat we in het donker toe moeten komen. Maar ja, ik weet zeker dat ik morgen vroeg wakker ben. En dat ik het eerste doe dat ik een eindje fietsen richting het water. Ben ik eerst naar de punt van de dijk gelopen. Daar kwam je vrijheid tegemoet. Dat kun je alleen maar aan het strand vinden. Dat kun je niet in een bergen vinden, dat kun je alleen maar aan het strand vinden. Kees Priem, Jan Moors en ploegarts Michailov blijven zwijgen. En worden in 2002 door de Franse rechter veroordeeld voor georganiseerd dopinggebruik. Ze krijgen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een geldboete. Ja, je kunt van alles denken en alles denken. Dit kun je gewoon niet winnen. Ik had toch wel verwacht. Ze zullen er wel wat vanaf doen, maar ze gaan me toch pakken. En dus, het zij zo. Maar wie zat er achter de EPO in de vrachtwagen van TVM? De fonds die uiteindelijk heeft geleid tot de veroordelingen. 16 jaar later is het nog steeds moeilijk de waarheid te achterhalen. We weten dat een aantal renners die EPO, die 104 ampullen, in die vrachtwagen heeft gelegd. Dat het transport was voor die renners. Was jij een van die renners? Ja, ik blijf het gewoon heel lastig vinden om daarop te antwoorden. Echt. Eigenlijk wil ik vertellen, nou, waar ik mij nu open en bloot over geef. Eigenlijk had ik dat al veel eerder willen doen. Maar dat kan niet. Dat kan gewoon niet, want niemand begrijpt het. Of je denkt dat niemand het begrijpt. Toen een deel van de ploeg in Moesia was, was het eigenlijk heel normaal dat daar EPO werd gekocht door een aantal renners in die koelwagen, want er moest koel. Nou ja, dat was gewoon in een algemene zin natuurlijk in een, bij ploegen. En dat ging gewoon hetzelfde als wijnkopen daar destijds. Die vrachtwagen werd aangehouden. Het verhaal werd duidelijk. Een aantal renners hebben die ampullen in die vrachtwagen gestopt. Was jij een van die renners? Ik was een van die renners die daar ook wat ampullen gekocht had. En vervolgens heb je ze ook zelf in die koelkast gelegd? Ja, dat deed je vanzelf. Anders kwamen ze er niet in. En vervolgens jullie gaan met de auto's gewoon of met vliegtuig? Ja. En die vrachtwagen die gaat met de spullen en met de EPO dus richting België? Ja. Was een deel van die EPO ook voor jou bestemd? Helaas was er een onderdeel daarvan voor mij bestemd. Dus jij wist van dat transport? Ja, het was een onderdeel van mij bestemd, ja. Wist Kees Priem dat dit gebeurde? Dat denk ik niet dat Kees dat wist, nee. Dus dat hij altijd heeft volgehouden van ik wist niet dat er EPO in die vrachtwagen zat, dat klopt? Dat denk ik wel, ja, dat klopt. Ik denk niet dat je als je iets koopt, dat je dan je manager gaat bellen van ik heb iets gekocht en ik doe het in de vrachtwagen. Dat ben ik van overtuigd dat Kees dat niet wist. Want dat was de beschuldiging natuurlijk, dat er binnen de ploeg een georganiseerd dopingnetwerk was. Was dat ook zo? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Er is nooit een georganiseerd iets geweest. En renners die iets gedaan hebben, die hebben het altijd zelf gekocht. Uiteindelijk zijn Priem en Moors en Michailov ook veroordeeld. In jouw ogen zijn ze onterecht veroordeeld? Ja. Ja, zeker. Geeft dat een goed gevoel dat Blijleven is nu dit bekend? Ja, nou ja. Dat is mooi. Ja.
Het is een beetje laat, maar ja, beter laat dan nooit. We hebben ook andere renners uit de TVM-ploeg die mogelijk betrokken waren bij het transport om een reactie gevraagd. Evenals ploegarts Michailov. Maar ze willen niet voor de camera reageren. Hoe moeilijk is het voor die ex-renners uit dat peloton om nu alsnog die waarheid te vertellen? Dat is gewoon heel moeilijk. Kijk, voor mij is het ook al moeilijk omdat het voor mij ook gevolgen kan hebben. En zo zijn het ook, en hebben wij een heleboel anderen wat het ook gevolgen kan hebben. Uiteindelijk kan het je bijvoorbeeld een baan kosten. Ja, dus daarmee hou je eigenlijk in stand. Omdat voormalige renners in het peloton werken en er gezegd wordt, als blijkt dat jij doping hebt gebruikt, dan moet je opstappen. Ja, dat zou een gevolg kunnen zijn. Dus nou, dat betekent dat je daar dus niet over wil en kan hebben. Wat betekent EPO voor u? Ik vind het een... Een woord wat ik eigenlijk niet in mijn mond wil nemen. Een ramp voor mij. Morgen zijn we er alweer. Dan terug naar de historie van het WK voetbal. Een finale waaraan u misschien liever niet herinnerd wilt worden. Die van 1974. Maar nu vanuit het perspectief van de winnaar. Andere tijden sport. Morgenavond 9:05, Nederland 1. Die Holländer waren die beste Mannschaft des Turniers. Aber wir haben das Endspiel gewonnen.